Milieuorganisatie ProBios zal niet schromen juridische stappen te ondernemen tegen de regering en schaljaanhouders die weer actief zijn op het Afobakka-stuwmeer. Volgens Erland Sleur, milieuactivist en voorzitter van ProBios, zijn de goudpontons al weken bezig. Regilio Dotsen, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, beweerde afgelopen vrijdag tegenover onze nieuwsdienst dat het bericht niet op waarheid berust. De bewindsman meent dat de goudpontons wel in het Sarakreekgebied opereren, maar is ervan overtuigd dat skaljaans niet op het meer aanwezig zijn. Ik kwam weer aan het rollen toen milieuactivisten van ProBios ruim 3 weken geleden de skaljaans hebben gespot. Via diverse media is er vanaf dat moment alarm geslagen over deze milieuverwoestende situatie. Ook via de Orde in Goudsector OGS is er aandacht gevraagd voor deze kwestie. Erland Sleur, voorzitter van ProBios, zegt dat er tot nu toe geen concrete acties zijn ondernomen vanuit de overheid. De NH-minister daarentegen beweert dat hij niet op de hoogte is van skaljaans op het meer. In het gebied zijn er wel skaljaans daar. Er zijn 9 skaljaans in het Sarakreekgebied en omstreken. Dus het zou kunnen. Maar ik moet echt even zien wat er daar staat. Nee, niet in het stuurmeer zelf is er niemand. Nee. Sleur kan zich niet voorstellen dat Dotsen niet op de hoogte is van deze praktijken. De milieuactivist betreurt het feit dat beleidsmakers geen rekening houden met vervuiling van het milieu. Ik kan me niet voorstellen dat deze minister dat niet weet. Ik bedoel, je hoeft maar even daar rond te kijken en je ziet die skaljaans. Je ziet dat het water zwaar vervuild is. Dat is een groot bewijs van dat ze daar bezig zijn. En we hebben die beelden natuurlijk. Ik bedoel, laat hij die beelden maar proberen tegen te spreken. Ik denk dat geen enkele rechter deze minister nog kan geloven als hij zulke uitspraken doet. Als we een minister hebben die in het verleden allerlei zaken naar voren heeft gebracht, waarom hij die skaljaans daar verwijderd wilt hebben. En ze zijn alsnog op het Zoelmeer weer. Voor de zoveelste keer sinds november heb ik eigenlijk al begrepen. En als hij aangeeft van dat het niet waar is, nou, dan weten we niet wat voor stappen we tegen zo'n minister moeten ondernemen. Want als jij als minister niet weet wat er in het binnenland gebeurt, dan geeft het wel een beetje een treurig beeld aan van wat er in ons land aan de hand is. En dat we gewoon voor de gek worden gehouden. Een zeer gebelgde Erland Sleur van milieuorganisatie ProBios. Hij overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de regering en skaljaanhouders die nu actief zijn op het Stuwmeer.